Nou, we zijn hier eigenlijk omdat ik heel veel mussen kwijt ben. Een deel zit hier nog, maar een deel is ook vertrokken naar andere plekken. En ik ben eigenlijk op zoek naar die plek waar ze naartoe gegaan zijn. Het gaat slecht met de huismus. De afgelopen jaren is de populatie flink achteruit gegaan. Om erachter te komen waarom het zo slecht gaat, vangt en ringt René Oosterhuis al jarenlang deze vogeltjes. Kwekerij De Bachelhof in Niedap is één van zijn onderzoeksterreinen. Nou, deze hebben we al geringd, dus die hoeven we alleen nog maar even het gewicht op te schrijven. Dus schrijf ik altijd even het ringnummer op, of de kleuringcombinatie. En dan kijken we nog even of die vet heeft. Ze verzamelen vet op hun buik en in hun keel. En dat geeft wat aan over de conditie. Maar deze heeft geen vet. En dan... Als laatste gaat hij nog even in een kokertje, dan wegen we hem nog even. Deze weegt 31,2 gram. Dat het slecht gaat met de huismus heeft te maken met het voedselaanbod. Huismussen hebben in de periode dat ze hun jongen voeren insecten nodig. En op heel veel plekken zijn te weinig insecten. En dat is ook het mooie op de plek waar we nu staan. Dit noem ik eigenlijk het ideale huismusbiotoop. Hier zijn nog wel heel veel insecten te vinden. Het is hier heel gevarieerd. Dus allerlei verschillende soorten struiken, bomen met allemaal insecten. Dus ook veel voedsel voor de huismus. En dus krijgen ze ook hier relatief veel jong. En wie denkt dat de mus geen intelligente vogel is, die heeft het mis. Mussen zijn heel slim. Als je naar alle vogels kijkt die rondvliegen, dan horen mussen toch echt tot de slimmere vogels. Dat net waar we net bij stonden, als je dat te vaak doet, dan weten ze het gewoon. Dan vliegen ze eromheen. En eigenlijk als we nu al mussen vangen, dan vangen we jonge mussen die het gebied nog niet zo goed kennen. Die vangen we wel. Maar de volwassen mussen die hier al 2-3 jaar wonen, zeg maar, en die weten precies waar die netten staan. En op het moment dat wij een net neerzetten, vliegen ze er met een boogje omheen. Of gaan ze boven in de struik zitten toekijken. Afgelopen zomer heeft Oosterhuis 200 mussen geringd. 50 daarvan vliegen nog rond op de kwekerij, maar de andere 150 is hij kwijt. We weten dat ze niet zo heel ver vliegen. Dus de meeste jongen vliegen maar 1 of 2 kilometer. Maar we weten ook dat er wel voorbeelden zijn van 20, 30 kilometer. En vandaar ook dat we echt op zoek zijn naar mensen die ook in hun eigen tuin willen kijken. Heb ik nog gekleurde mussen in mijn tuin zitten?